Een koppel dat denkt, we hebben het gevonden, we pikken onze eigen auto en dan zijn we financieel helemaal uit de shit. Wat ik echt wil maken, wat ik fijn vind, dat is eigenlijk mensen die, dat de stakes heel hoog zijn, dat op hele belangrijke momenten, hele banale dingen, heel belangrijk worden. Waar heb jij de autosleutel gelegd, bij wijze van spreken? Ik leg die toch altijd op, ligt die altijd op, maar ik ken dat niet, die ligt er niet. Heel serieus spelen. En als het dan in de juiste situatie is, wordt dat heel grappig dat je denkt... Maar mijn gaat ook een beetje weirdo eigenlijk. Ik vond het heel leuk om nu eens te kunnen iets schrijven en dan met een fantastische cast en crew dat maken en monteren met de Nico Leunen die ik al ken van mijn 15 jaar. En dan zien of dat wat in mijn hoofd zit, of dat dan ook echt marcheert. Ik ben ook heel, omdat ik wat ouder ben nu, heel bewust afgevraagd bij elke stap. Ik heb echt opgeschreven, hè, vind ik dit leuk? Locaties zoeken, grading. Ik vind alles leuk. Kunde ook alles. Nee, en dat vind ik het ook het fascinerende, het fantastische. Hallo, Juliette van Dormaal, wil jij alsjeblieft de camera doen? Jij bent beter en slimmer dan ik. Maar je hebt wel ontdekt dat regisseren uw ding is. Ja, ik heb al veel toneel geregisseerd en zo al een paar keer dan zo wat kleine dingetjes met een camera en mensen. Wat ik mezelf als een van de belangrijkste doelen stel als ik iets regisseer, is dat het een hele fijne set is. Waarschijnlijk omdat ik zelf op heel veel sets heb gestaan als acteur. Maar ik vind dat superbelangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat een acteur niks meekrijgt van alle productionele shit die er is. Je moet die niet meer lastigvallen, dat is niet aan de orde, daar kun je ook niks mee doen. Dat leidt alleen maar af. Als je moeilijke dingen probeert te realiseren, dan moet je gewoon allemaal ongelooflijk veel goesting hebben. Gewoon allemaal nog hinder. En als er één is die niet zegt, ja, maar dat is niet zo goed voor mijn schoenen. Zo. Als we nog hinder gaan, dan vind ik wel heel lastig voor mijn schoenen. Dan is iedereen gelukkig en dan kunt je ook veel meer vragen aan mensen. Ja, ik ben nu ondertussen oud genoeg om te denken van... Ik wil graag dingen doen waar ik gelukkig van word. Je werd er niet ongelukkig van dat je er zelf niet in kon meespelen? Er is ook een director's cut en daar zit ik wel in. Ja, want veel acteurs gaan iets maken om zichzelf te kunnen voorzien van een rol of zo. Maar dat is voor u de bedoeling niet? Jawel, denk ik wel. Zal dat ooit wel eens zijn. Maar dan moet ik perfect weten dat ik, als ik iets regisseer en daar dan ook in speel, dat ik dat echt kan. En ik vind dat zeker niet vanzelfsprekend. Ik vraag me dan echt af hoe dat Clint Eastwood, dat is trouwens een van mijn grote helden, hoe dat hij dat doet. Ja, camera, roll, geluid, zit, actie. En kut, ja, ik vond het een heel goede take. We hebben hem. Ik denk altijd, die hebben een soort van ghost director, een maat van hun, die erbij zit en die zegt, hey Clint, dat is een goede take, of Clint, doet er nog een andere, want deze is niet goed. Ik vind dat soms ook verwarrend. Dat ik niet alleen maar acteur ben of niet alleen maar regisseur. Maar dan kijk ik naar Clint Eastwood en dan denk ik, oh ja, dat kan dus, je kunt dat ook alle twee doen. Maar dan denk ik, oh, Clint Eastwood is nou ook wel een hele grote meer. Wat is het volgende? Ik ben door de pitch dingen van het FAF met een soort van langspeelfilmversie van dit. Blijft hetzelfde thema, namelijk Bruno en zijn vrouw, die op ongelukkige wijze in een hele lastige situatie terechtkomen en zich eruit moeten liegen eigenlijk. Blijkbaar vind ik dat een fascinerend thema. Cinevox.